Jeffrey Bruma vertrekt op korte termijn naar VfL Wolfsburg. Tot groot verdriet van veel PSV-fans. Die hadden gehoopt dat de centrale verdediger nog een seizoen bij PSV zou blijven. Waarom Bruma is erbij? Bruma is erbij. Bruma is erbij. Bruma staat open voor een gang naar de Duitsers. En daarmee lijkt een transfer een kwestie van tijd. PSV is er met Wolfsburg bijna uit en ook Bruma is op de hoogte van de plannen van Wolfsburg. Op 22 februari van dit jaar verlengde Bruma zijn contract nog tot 2018. Natuurlijk weet je het nooit als de transferperiode open gaat. Maar ja, als ik nu, hoe ik nu teken is gewoon een signaal naar buiten toe, ook voor mezelf, want ik, dat ik me hier gewoon goed voel en hier gewoon wil blijven. De nummer 7 van Duitsland en de tegenstander van PSV in de Champions League dit seizoen blijft met Bruma een van de steunpilaren van de Eindhovenaren in. PSV en Wolfsburg moeten nog wel tot een definitief akkoord komen en dat wordt dit weekend verwacht. De Duitsers moeten nog antwoord geven op het laatste voorstel uit Eindhoven. Bruma levert PSV ongeveer 15 miljoen euro op. Dat bedrag moet PSV deels afstaan aan Chelsea, dat bij zijn transfer naar PSV in 2013 een doorverkooppercentage van iets meer dan 30% bedong. De kostprijs van Bruma was ongeveer 2 miljoen euro. Bruma speelde in totaal 129 wedstrijden voor PSV, waarin hij 7 maal scoorde.